Welkom. Welkom bij Obla Online TV voor overheidsmanagement. Discussieer mee via hashtag Obla. We zijn vandaag in Tilburg. We hebben een uitzending samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over het vraagstuk wonen. Hoe kun je nu slim samenwerken op een vraagstuk als wonen met opgaven die nu richting het lokale overheid gaan, die er altijd al zijn geweest, maar waar toch de samenwerking iets wat verandert in een landschap. Aanleiding Tilburgs model, of Tilburgs akkoord, even geleden. Een diploma voor iedereen, elke huishouder een eigen kostwinner. Iedereen boven de armoedegrens. Dit is waar jullie elkaar op hebben gevonden. Ik kort even voor. Wiegand de Vries, wethouder wonen in Tilburg. Henny van Dijk, directeur van 13 Volt vanaf 1 januari. René Scherping is directeur van de woningbouwcorporatie Tivos. Mag ik bij jou beginnen? Tilburgs akkoord, wat houdt het ongeveer in? Jullie hebben elkaar gevonden, jullie hebben budget bij elkaar gebracht, jullie hebben een aantal prioriteiten aangegeven en zijn daarmee naar slag gegaan. Wat hebben jullie volgens gedaan? Het stamt uit de periode, zou je kunnen zeggen, waarin minister Vogelaar de Vogelaarwijk aanwees. Tilburg was eigenlijk in een hele gelukkige positie dat wij geen Vogelaarwijken hadden. Dat zat dus een beetje dubbel, want aan de ene kant denk je geen Vogelaarwijken, geen geld. Maar aan de andere kant zegt het ook iets over hoe we er in Tilburg toch een van de armere steden van dit land voor staan. In ieder geval niet zulke grootschalige problemen waren, dat vroeg om Vogelaar gelden. Tegelijkertijd zagen we zelf wel dat er in een aantal Tilburgse wijken wel het nodig aan de hand was en dat het ook niet aanging om op onze lauweren te rusten, zoals je zou kunnen zeggen. Dus we hebben toen gekeken voor welke wijken dat gold, zogenaamde impulswijken benoemd, en gezegd daar willen we de komende periode ook echt gezamenlijk. Tilburg heeft een sterke traditie van goede samenwerking tussen de corporaties onderling, corporaties gemeente, corporatie gemeente maatschappelijke instellingen. Hoe kunnen we nou daar gezamenlijk wat aan doen? Dat is Tilburg akkoord geworden met drie hele heldere doelstellingen. Waarin die doelstellingen die iets wilden doen aan de punten waarin die wijken relatief er wat slechter voor stonden. Nou, je noemde ze net zelf eigenlijk al even heel kort. Ieder huishouden heeft een inkomen. Er leeft geen huishouden onder de armoedegrens. En kinderen halen een diploma op school. Echt de schoonheid van eenvoud, zou je kunnen zeggen. Wat was het moment, hoe is dat tot stand gekomen? Op een gegeven moment, nu gaan we een akkoord maken, want jullie werken al goed samen. Ja, we hebben een traditie van samenwerking. Dat doen we. Het Rijk heeft dat recent bedacht dat we dat moeten doen. Wij deden dat al met convenanten. En daar bespreken we alle thema's die vanuit het perspectief van of wijken of wonen relevant is. De verduurzaming van de woningvoorraad, een belangrijk thema. Maar ook die leefbaarheidskant en sociale stijging in brede zin. Die thema's die zijn ook niet door onszelf allemaal bedacht, maar die zijn ook door mensen uit die wijken. Want dat is ook nog een uniek punt van die aanpak. Die zijn door die mensen in de wijken uiteindelijk gewoon zelf bedacht. Nou, dat is een dialoog natuurlijk geweest. Maar dat betekent ook dat die aanpak in die wijken verankerd is. En dat ook thema's zijn waar mensen in die wijken zeggen van dat zijn ook onze thema's geweest. De gekkigheid was dat wij dus geen Vogelaarwijken kregen aangewezen. Omdat de schaal waarop wij onze stad ooit met elkaar bedacht hebben een andere is dan die in andere steden voorkomt. We hebben wel problemen. Dus zeg je dat jullie problemen van mindere orde waren? Of dat jullie gewoon was? Wij zijn een stad van buurtjes. En doordat, we hebben ook slechte buurten, daar moeten we niet omheen draaien. Maar die zijn van een zodanige schaal dat er vaak een andere, betere buurt vlak in de buurt is. En als je nou op een wat groter niveau, wat hoger, dan gaat kijken, dat deed die Vogelaar aanpak. Dan hadden wij altijd in zo'n gebied en een slechte buurt en een goede buurt. Waardoor we in de systematiek die toen voorlag, uiteindelijk geen Vogelaar gelden kregen. Maar desondanks wel een noodzaak voelde om wat kleinere schaal met elkaar aan de slag te gaan. Er is een akkoord gekomen. Ja. Desondanks, het is er gekomen, we zijn aan de slag gegaan. Daar is het energie, we zijn aan de slag gegaan met het CUNY-traject. Dat is volgens mij het voorbeeld wat een tijd lang groot op een voetstuk heeft gestaan. Een succesvoorbeeld. Kun je kort, jullie hebben 6 wijken toen benoemd, daar gaan we aan de slag. Ja. Wat hebben jullie volgens gedaan en wat is jouw rol geweest? De Puccini-aanpak is gewoon in één flat, de Puccini-flat. Het begon eigenlijk heel eenvoudig. Wij kwamen erachter dat Wonen Breeburg, de corporatie, de flat ging renoveren. En die flat staat al lange tijd bekend als een probleemflat. En toen hadden wij zoiets van, dan gaat er die flat wel beter uitzien, maar gaat het dan ook beter met de mensen?
Nou ja, daarover zijn we gaan praten met Rode Breeburg. En daar is een project, een tweejarig project ontstaan. 2 jaar lang hebben we op die flat gezeten, achter alle voordeuren geweest, overal gekeken, hoe is het met iedereen? Moeten we iets betekenen? Kunnen we iets betekenen? En dan was de eerste bril die impuls doelen, hè, van armoede, sociale stijging en kinderen. Maar we hebben ook alles meegenomen. Dus het was niet zo als er een probleem was wat daar nou net buiten viel, dat wij daar dan zeiden, daar zijn we niet van. Wat vonden mensen daarvan? Want er is nu steeds meer een discussie, ja, hè? De overheid aan de keukentafel, maar hè, wanneer kookt die voor je? Hè? Er zijn natuurlijk steeds meer... Daar wacht ik nu op. Kijk, ik hoorde het natuurlijk wel goed, was ik goede overraad, ik ga erover nadenken. Maar, nee, dat is kijk, wel dat levert discussie op. Ja, dat levert discussie op. En hoe wij het hebben gedaan, ik kan niet oordelen over andere projecten, maar wij zijn er ook 2 jaar op die flat gaan zitten. We hadden ook een eigen appartement. En we zijn gewoon langzaam het vertrouwen van mensen gaan winnen. Dus niet ook even een snel gesprek. Kijk, soms gaan mensen wel meteen hun problemen vertellen. En het is ook wel je kwaliteit, hè, als frontlijnwerker om er op een goede manier het gesprek over aan te gaan. En ook snel erachter te komen. Wil deze meneer of mevrouw de problemen nog niet vertellen? Hè? Dus om iemand ook een beetje te lezen in wat hij niet zegt. Nou, maar goed. Er was bijvoorbeeld 1 iemand die durfde pas na 1,5 jaar bij ons aan te kloppen. En die had echt grote problemen. En dus soms duurt het gewoon zo lang voordat je het vertrouwen hebt gewonnen. Er is natuurlijk een soort probleem ontstaan, hè, dat veel mensen geen vertrouwen meer hebben in instituten. Hè? Dus op het moment dat je van een corporatie komt of van een gemeente, ben je automatisch een instituut. En heb je eerst nog eens een paar stappen te zetten voordat je weer bij mensen uitkomt. Zeg nou, maar. Daar zijn wij echt van geschrokken ook. Ja. Want wij hoorden van zoveel mensen van wij willen wel praten met mensen, maar niet met instituten. Hm. En wij worden vaak als 1 potnat gezien. Ja, hè, jullie, van documenten. Maar nou ja, het ergste is het als het om de kinderen gaat. Hm. Maar dan gaan mensen helemaal zo van, daar gaan ze mijn kinderen afnemen. Of het is het stuur van mijn leven, ben ik kwijt. En ik heb het toch al zo zwaar. Maar ook dat mensen ook helemaal niet weten hoe je daarmee om moet gaan. Of hoe je daar komt. Hè, dus wij denken van, we verwijzen iemand door naar. Nou, dat werkt dus gewoon helemaal niet zo. Hè, hoe kan je daar, want daar heb je een rol gespeeld. Iedereen vindt dat een frontmedewerker ruimte moet hebben, doorzettingsmacht moet hebben. Ja. Er is niemand die zal zeggen, nee, en niemand zal zeggen, elke frontmedewerker moet daar korter dan 1 jaar werken. Want, maar dat vraagt nog wel al wat aan de organisatiekant, dat je zo'n traject niet na 2 jaar weer stopt, want het was een pilot of het was een experiment. Dat vraagt iets aan jullie kant. Daar zit jullie verantwoordelijkheid. Wat heb je daar aan gedaan? Wat hebben jullie... Nou, we hebben gezegd van, nou, die frontlijnwerkers die krijgen de ruimte. Hè? Dus we hadden wel de ruimte in de randvoorwaarden gezet. Die waren dan het doelen Tilburgsakkoord. Die krijgen de ruimte om te doen wat ze nodig vinden. Maar wij veronderstellen dan al meteen dat ze dan wel dingen gaan tegenkomen die een probleem opleveren. Hè? Een botsing met een andere instituutie bijvoorbeeld of wat dan ook. En dat gebeurde ook vrijwel meteen, want in eerste instantie dachten die huismeesters op de flat, nou, wat komen zij daar doen? Dat kunnen wij toch wel, of dat doen we al lang. Of, dus daar begint het al. Nou, wat we ervoor hebben gedaan is, ik zou als projectinitiatiefnemer wel een beetje de moeder van het project, dus ik kon altijd wel bij mij terecht. Maar ook hebben we een tweede en een derde ring gemaakt. Dus de basis van de frontlijnwerkers. Hè, dus vanuit de gemeente was er iemand. Vanuit de coöperatie was er iemand. En vanuit ons. Dus de mensen die op die flat waren. Nat zijn? Waarom heb je dan nog alle drie? Nou, nee, omdat je... Verschillende wij rollen hadden, hebt, we hadden verschillende rollen, maar ook totaal verschillende culturen. Hè, dus dingen die wij als ontzettend... Nou, in het begin zette Peer, hè, de frontlijnwerkers, zette een prullenbak in de hal om... dacht, een middel om in contact te komen, want er ligt hier zwerpvuil. En dan zegt de corporatie, ja hallo, hoe zo een prullenbak in de hal? Dat is onze verantwoordelijkheid en wie gaat die dat ding dan leeg straks? Dus nou, het is zo simpel als wat, maar als dat niet opgelost wordt, dan gaat je project dus naar de Filistijnen. Hè? Want die mensen op echt dit soort dingen? Nou ook, maar ook om grotere dingen. Bijvoorbeeld, we hadden afgesproken, het was een hele lastige afspraak, we laten niks liggen. Dus ook wat we tegenkomen gaan we melden. Nou, daar hadden we die structuur ook voor nodig van de bazen van, hè, en dan ook nog de coöperatiedirecteuren als het echt lastig zou worden. Nou, op een gegeven moment was er een fraudegeval in de flat en daar hadden we al een aantal keren met dingen te maken gehad die we allemaal zelf op konden lossen. Maar hier zeiden wij, dit wilden wij niet melden. Daar hadden we natuurlijk ook gewoon over kunnen zwijgen, maar we hadden gezegd, wij laten niets liggen. Dus we melden dat we dit niet willen melden. Nou had toevallig net de corporatiewereld en de gemeente afgesproken. Fraude, daar gaan we onmiddellijk optreden. Laten we niet liggen.
Nou ja, dan krijg je dus wel een botsing van twee logica's. Hoe is het doen? Want je hebt dat dan nodig om daar goed je werk te kunnen doen. Want als je daar dan, ja, en toen als de gemeente er hard op ingaat, dan ben jij je legitimiteit kwijt. Mm-hmm. Ja, nou, binnen de gemeente werd ook gezegd, en dat snap ik ook, nou ja, dan stopt het project. He, want dan hadden we gezegd, ja, dan moeten we stoppen, want dan zijn we gewoon niet meer veilig op de flat. Nou, toen heeft die derde ring, dus de corporatiedirecteur, hebben gezegd, dit project mag niet mislukken. Waardoor vervolgens er toch weer een beweging op gang kwam om er dan toch samen uit te komen. En uiteindelijk zijn we er ook samen uitgekomen. En wat maakt dan dat je daar samen uitkomt? Nou, in de eerste plaats dat je eruit wilt komen. Je bent daar op een gegeven moment bij betrokken geweest. Mm-hmm. Je bent een van de mensen waarnaar is opgeschaald. En niet alleen over de prullenbak, maar ook toen het ging over fraude. Mm-hmm. Wat heb je toen gedaan om te zorgen dat het door kon gaan? Nou, eigenlijk wat gedaan. Ja, nee, precies. Doorgaan. Ja. En dat is ook, maar dat is ook, dat, ja, dat was het belangrijkste. Dat op het moment dat de mensen die voor ons zeg maar in de praktijk werken en hun nek uitsteken, die moeten zich gesteund worden weten door de mensen die daarachter staan. Dus je moet aanmoedigende rugdekking geven en aanmoedigend langs de zijlijn blijven staan. En ervoor zorgen dat als het voor hen lastig wordt, dat je er dan ook bent. Dus dat vind ik de belangrijkste rol van zeg maar, bazen en bestuurders bij dit soort experimenten. We hebben ook al sinds het verleden het een en ander over uitgezocht, hè, van waarom frontline initiatieven wel of niet werken. Nou, dit is een hele belangrijke, hè, dat mensen zich gesteund weten als het ingewikkeld wordt. Want anders gaat het project ook weg. En dan vind ik het mooi om vooruit te kijken en dan op jou graag aankijken, Berend. Als je gesteund wil worden nu als bijvoorbeeld medewerker, dan er is ontzettend veel onzekerheid. Budgetten schuiven en uiteindelijk dingen moeten gebeuren. Dus mijn optimisme gaat ervan uit dat we voor mensen zorgen. Maar hoe we dat gaan doen, daar iedereen met elkaar nog even mee bezig. Hoe kan je nu zorgen dat je zekerheid geeft dat een project doorgaat of dat je focus kan houden op die wijken? Nou ja, volgens mij het wat bredere antwoord is dat je op zich gewoon op projectniveau steeds die zekerheid kan garanderen. Hè. Je moet als overheid of als corporatie of als betrokken welzijnsinstelling zeggen van ja, tot daar kunnen we met elkaar die zekerheid organiseren. En dat staat dan ook niet meer ter discussie. Dat vraagt wat van de betrokken spelers. Hè. Die moeten ook zorgen dat ze binnen hun eigen, nou ja, kolommetjes zorgen dat dat georganiseerd is. Dat zij ook hun rugdekking in orde hebben. Hè? Want zeker in een politieke context zijn er meerdere bazen. Maar dat is gewoon te organiseren. Maar dan kom je toch weer bij dat eerdere punt terug. Je moet dan wel als bestuurder of baas van de corporatie wel dat commitment in zo'n samenwerking. Ja. En dat is alles wat ik tot de afgelopen periode of in een andere wijk, in een andere type samenwerking gedaan heb. De meest succesvolle projecten zijn niet de projecten waar we dan zelf heel veel in gedaan hebben. Maar waarbij er wel op de cruciale momenten waren en dat vertrouwen ook getoond hebben, de commitment. Zodat iedereen weet, oké, maar als er iets is, dan kunnen we ze desnoods bellen en zorgen dat ze erbij getrokken worden. Want dat is echt cruciaal voor Heb je daarvoor een nieuw momentum nodig? Want het was akkoord is niet, hè, dat is niet zaligmakend, want je werkt al met elkaar. Maar het is toch een momentum, een impuls wat je creëert met elkaar. Is dat weer op nieuw nodig? Nou, wat je nu ziet is eigenlijk een mooi voorbeeld. Hè. Die Puccini-aanpak hebben we met elkaar beoordeeld als gewoon succesvol. We zijn ook geschrokken overigens van wat er uitkomt. Hè. Zoals je ziet achter die verschillende voordelen, achter hoeveel voordelen er echt problematiek is. Is het eigenlijk, sterkt dat eigenlijk alleen maar om te zeggen, ja, hier kunnen we het niet bij laten. Dus er wordt nu ook echt een vervolg aangegeven, wat veel breder neergezet wordt. Op een aantal plekken in Tilburg, hotspots noemen we die, gaan we met die aanpak verder. Waarbij we wel proberen de beweging te maken dat ook mensen van corporaties zelf ingezet gaan worden. Want die mensen hebben we, en die houden we ook lekker, actief in die buurt. Om die rol van frontlijnwerker ook in te gaan. Die worden dan geschoold door de mensen van Handy weer die aanpak verzonnen en de eerste keer goed uitgewerkt hebben. En op die manier toch te proberen om ook in deze wat lastige tijden, om toch de aanpak zelfs behoorlijk te verbreden. Ja, zonder dat het een blauwdruk is. Kan zijn. Dat kan ook niet. Daar heb je ook stellige overtuiging over. Daar moeten we straks maar eens over hebben. Is datgene wat eerst als een los project georganiseerd was, wordt nu een poging gedaan om dat binnen
Niet als blauwdruk, maar wel de geleerde lessen. Ja, maar ook om die mensen die eigenlijk al in die complexen actief zijn, die huismeesters, om die een deel van die taak die eerst in de Puccini-flat apart georganiseerd was, want er was gewoon apart waren mensen voor, om die taak nu bij die huismeester voor een deel onder te brengen. En voor een deel, voor zover dat kan. En daarachter, dan kom je weer op dat andere thema terug, en zorgen dat je daar je steun georganiseerd hebt. En dat die huismeester niet het gevoel heeft, oké, dan ga ik met die extra taken daar in die flat aan de gang. Dat hij het idee heeft van, ik sta er een eentje voor. Ja. Ja. Merk je dat, even een hele andere invalshoek, maar je gaf net aan mensen in mijn flat, inwoners van een flat geven aan, dit kan ik misschien ook wel zelf, dat hoeft u misschien niet te doen. Jullie hebben nu een opgave, of niet heel diep op in, maar ergens moet je meer doen met minder geld of hetzelfde doen met minder geld. Bij de geleerde lessen zit daar, wat zijn taken of activiteiten die je nu doet waarvan je zegt, nou dat Rutte's participatiesamenleving... Nou, heel veel winnen, maar jij ziet dat gebeuren. Wat zijn dingen die je daar ziet gebeuren? Of je denkt, kom bij ons eens kijken. Wat zou je dan zeggen? Ja. Nou, omdat je zo dicht bij mensen staat, kun je eigenlijk heel precies zien wat er nodig is. Dan hoef je dus geen schot hagel te schieten, wat we vaak doen. Hè? Dus je bent eigenlijk heel precies. Dus je hoeft ook allerlei onnodige maatregelen niet te nemen. En je zag eigenlijk dat 20% van de mensen die hulp nodig hadden, eigenlijk met een relatief klein duwtje op de goede hulpverlening terecht kwam. Maar daar niet gekomen waren als we niks hadden gedaan. Dus dat de problemen dan groter waren geworden. Dus je kunt nog ingrijpen als het nog klein is, het probleem. En 15% van de mensen had echt een zwaar probleem. En daar moet je dan ook zware hulp in zetten. En als je het dan hebt over zelfredzaamheid of participatie, er is een groep, zeg maar even, die dat gewoon niet zelf kan. En waarbij je moet realiseren, die zullen wij altijd moeten helpen. Maar als we dat nou zo precies mogelijk doen, dan gaan we de goede mensen helpen. En hoeven we niet allerlei... In plaats van met 20 hulpverleners een gezin in, zou je zo, kunnen zeggen. Hè? En dat was trouwens ook nog heel opvallend. Of met vele hulpverleners alle complexen in. Ja, dat is een voorbeeld. Is ook dat is schothagel. Je kan die vrijheid organiseren, want soms heb je net die hagel nodig. Zij het een beetje gefocust. En soms is dat misschien niet nodig. We zijn natuurlijk vanuit de overheid ook vaak... We hebben met de ziekte dat we overal dezelfde aanpak organiseren. Nou, die impulsaanpak die we met elkaar bedacht hebben is focus op een aantal wijken. Maar dat is op het wijkniveau, ook omdat we, of buurtniveau, dat we wisten dat daar een concentratie van problemen is. En eigenlijk wat er nu op stapel is, dus dat er op een wat kleinere korrel nog gekeken wordt. Dat is eigenlijk complex niveau, of een onderdeel van een buurtje. Dan zeggen we, maar los van de beelden die we al over een aantal plekken in de stad hebben waar we echt gezamenlijk op inzetten, gaan we op andere schaal ook met elkaar aan de slag. En onderkennen daarmee dat we op een andere plek in de stad niet meer met deze focus aan de slag gaan. En dat betekent dus ook door die focus, daar win je ook weer wat mee, doordat je preciezer kijkt. En preciezer ook je... Dat vind ik interessant wat jij een tijd geleden tegen mij zei, van ook per complex en per situatie zoek ik mijn partners ook. Want dat is ook wel een... Wisselen nu partners? Krijg je nu door? Ja, want ik heb een tijd ook beleidswerk gedaan en dan ik probeer dan altijd te denken van oké, wat kunnen we hieruit leren en wat kunnen we op andere plekken toepassen? En is dit structuurtje dan toepasbaar op die plek? En toen zei je nee. Dat blijkt wat lastig, hè? Ja. Nee, want ik zoek naar een coalitie van mensen waar ik op kan vertrouwen en... Op die plek? Op die plek, die in die context, en dat kan de ene keer iemand van de gemeente zijn, en dat kan in de andere keer iemand van een van die andere instituties zijn, en daar bouw ik mijn team mee. Ja. En die is contextafhankelijk. Ja. Ik had toen een afronding, en ik ben benieuwd, want volgens mij, ik heb een aantal dingen geleerd. Brabants gemoedelijkheid, dat lost al de helft op, dat is volgens mij één ding, je zit met elkaar aan tafel. Maar dat kan niet de enige les zijn. Uitvoeringslogica is volgens mij de meest voornaamste. Maar wat als je een tip mag geven of iemand die nu voor hetzelfde vraagstuk zit, wat zou je meegeven? Nou, ik vind die precisie, die zal ik maar zeggen, die wordt uitgeoefend. Hè? Dus in plaats van in algemene beleidstermen over vraagstukken te praten, gewoon naar zo'n flat toe en kijken van per voordeel, wat is hier nou echt aan de hand?
He, dus vorm je geen oordeel op basis van allerlei beleidslogica, maar ga gewoon eens kijken wat er echt aan de hand is en wat daar nodig is. Het klinkt super simpel, ja. Misschien is het dat eigenlijk ook wel, maar dat zijn we wel een beetje verleerd. En dat is hier te leren, dat als je dat op die manier doet, dat het ook echt lukt, want dat hebben we gekeken. We hebben gekeken, stijgen mensen dan door zo'n aanpak stapjes op die maatschappelijke ladder, op die participatieladder, en dan kun je gewoon... Door het precies aan te pakken en door er gewoon op te focussen, kun je daar echt gewoon verschil maken. Het vraagt dus bij de instituties ook de ruimte om niet zeggen van nee, dat doen we altijd op deze manier. Ja, nee, dan werkt het niet. Bij mijn raad, we hebben een leuke samenwerking in een andere wijk. Die zeiden van ja, ga je nou in de volgende wijk waar je aan de slag gaat, ga je nou precies hetzelfde doen? Ik zeg nee, dat kan niet. Want die wijk is anders. Andere mensen. Er wonen andere mensen. Andere cultuur. Andere cultuur. Ze gaan het niet doen op die manier, want dat kan niet. Ja. En daar viel een stilte. En op een moment viel het kwartje en accepteerden die mensen, maar die zagen een succesvol voorbeeld en dachten van, dat gaan we overal doen. Misschien nog als laatste uitspraak, je moet samenwerken dus rondom zo'n gezin, rondom zo'n persoon en in een wijk, met de instituties en met de mensen daar. En dan kijk ik inderdaad, wie is daar de juiste persoon op de juiste plek. Maar samenwerken is niet gezellig. Samenwerken is ook ruzie maken. Ja. En dan met behoud van de relatie. Ja, want morgen kom je elkaar weer tegen. Maar je moet elkaars nieren wel proeven. Hè? Want er moet wel prestatie worden geleverd voor die bewoner. Ja, gemoedelijkheid met gezond verstand. Dus je moet wel... Ja, een beetje maar dat is heel lastig dit. Brabantse gezelligheid 2.0. Ja. We blijven soms wel een keer met elkaar hangen. En als het misgaat, dan maak je het. Veel dank. Veel dank voor dit gesprek. Dank voor het kijken naar Obla. Online TV. Voor overheidsmanagement zijn we te VNG over wonen en de uitnodiging staat. Volgens mij was het een interessant gesprek, maar vooral ga kijken hoe het werkt. Veel dank voor het kijken.